hartige cake met chorizo. Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet een cakevorm van 30 centimeter in en bekleed hem met bakpapier. Zeef 250 gram patent tarwebloem, 2 theelepels pimenton, 8 gram bakpoeder en 1 theelepel zout boven een kom. Rooster ongeveer 48 gram pistachenoten 3 minuten in een koekenpan zonder olie of boter. Laat ze afkoelen op een bord. Snijd een halve courgette in de lengte in parten. Verwijder de zaadlijsten. En snijd het vruchtvlees in stukjes van 1 centimeter. Ris de blaadjes van ongeveer 8 gram tijm. Rasp 50 gram manchego of gruyère kaas. Snijd 75 gram chorizo in blokjes. Klop 45 gram boter op kamertemperatuur en 100 gram crème fraîche met een mixer in 3 minuten luchtig. Voeg 1 voor 1 2 eieren toe. Voeg het volgende ei pas toe als het vorige is opgenomen. Voeg al kloppend 150 ml melk toe. Spatel het bloemmengsel luchtig door het beslag. Spatel de courgette, tijm, kaas, chorizo en pistachenoten erdoor. Verdeel het beslag over de cakevorm en bak in ongeveer 40 minuten in het midden van de oven. Controleer na 35 minuten met de satéprikker op gaarheid. Komt de satéprikker er schoon uit, dan is de cake gaar. Laat op een rooster in de vorm 1 uur afkoelen. Zo maak je hartige cake met chorizo.